Het is vandaag vrijdag. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekend vlog. Ik ga deze ochtend beginnen met die workout. Want het zijn 28 dagen en ik heb gisteren pas de eerste dag gedaan. Dus vandaag is dag 2. Vandaag duurt die volgens mij maar 10 minuten. Dus dat is wel echt heel erg chill. En ik heb mijn matje niet bij me. Dus er ligt hier een handdoek op de grond. Dus ik ga het maar met die handdoek doen. En ik ga het filmpje gewoon op mijn telefoon kijken en neerzetten. En dan gaan we maar eventjes 10 minuten... dit doen. Ik heb trouwens wel echt spierpijn van gisteren, maar ik heb spierpijn in mijn billen. En gisteren had je ook een buikworkout, dus ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar goed. We hebben eventjes gedoucht. Of nou, dat hadden we bij Milo gedaan. Even aangekleed. Want we gaan heel eventjes snel naar de stad. Want Milo gaat morgen met vrienden naar het strand. Maar we moesten nog eventjes een zwembroek hebben. Of iets van een kort broekje. Want hij heeft dat eigenlijk helemaal niet. Hij heeft alleen maar lange broeken. En ik ga morgen met Stacey en Lindsay ook naar het strand. Alleen, ik heb op zich wel genoeg strandkleding. Dus ik heb niet echt iets nodig. Misschien als ik iets leuks zie. En dan moet ik heel eventjes naar de Xenos. Want ik liet in mijn vorige video zien dat ik allemaal van die leuke borden had gekocht. Maar ik had 2 blauwe en 2 groene. Of grijs heet dat. En ik begon toch een beetje te twijfelen over die blauwe. Dus ik ga die blauwe terugbrengen en dan nog 2 grijze kopen. En kijken of ze dan daar wel grijs hebben. Want waar ik vorige keer was hadden ze van alles maar 2. Dus daarom dat ik toen blauwe had meegenomen. Dus die ga ik eventjes terugbrengen. En dan daarna gaan we boodschappen doen. Want we gaan vanavond lekker samen zelf pokeball maken. En op het dakterras gaan we het helemaal gezellig maken. En gaan we een filmpje kijken en zo. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik heb deze body aan. Die is van de Zara. Ik krijg heel vaak DM's en vragen en zo van wat voor BH ik hieronder draag. Maar ik draag hier geen BH onder. Alles zit gewoon lekker los op zijn plek. Deze broek van Alex de Label. Met mijn rode Isabel Marantz. En mijn rode tasje van Maje. Dus dat is wat ik aan heb. Trouwens, ik heb helemaal niet verteld waarom we vandaag zelf een pokeball gaan maken. En een soort van date night op het dakterras gaan hebben. Maar Milan en ik hebben vandaag 4 jaar verkering. 4 jaar geleden werden we vriendje en vriendinnetje. 29 mei 2016. Dus dat is echt heel erg leuk. En daarom dat we vanavond een soort van date night achtig gepland hebben. Dus gaan lekker zelf pokeball maken. En op het dakterras, dus wat ik zei, gaan we een luchtbedje opblazen. En allemaal lekker kussentjes neergooien. En lampjes en zo. En dan gaan we lekker filmpje kijken. Echt super leuk en gezellig. Dus dat. Ja, dat wilde ik gewoon even zeggen. Zoveel spierpijn. Auw. Aan mijn billen. Auw. Ja, ik had verteld natuurlijk dat ik die borden wilde omruilen. En in de stad hadden ze gelukkig wel die groene kleur heel vaak. Ik heb er ook nog een andere schattige bij gekocht. Deze. En ik dacht, hier kunnen we dan de zalm opleggen. Handig en slim. En dan heb ik nog 2 van die groene borden gekocht die ik zo had. Zodat ik er 4 heb. Namelijk deze. Echt heel erg schattig. Dus daar gaan we vanavond ook lekker uit eten en zo. Ik had dus bij Le Café Noir. Ik kan het echt niet uitspreken. Had ik dus een broek besteld. Want ze hadden daar de sample sale. En ik had er een broek besteld. En ik hoop echt dat die past. Want het is een maat S. En je mag dus niet retourneren in de sale. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja, dus ik hoop echt dat die past. En ik twijfelde ook heel erg over een blouse. Of ik die erbij zou bestellen. Maar ik heb het toch maar niet gedaan. En daar ben ik op zich wel blij mee. Oh, ik weet niet of ik dit leuk vind. Oh, wat kut. Nou, ik heb hem dus in een maatje S. En het is dus deze broek. En hij heeft dus aan de zijkant hier van die knopen, waardoor het dus een flare is. Maar je kan hem dus ook dicht doen en dan is het dus een strakke broek. Maar het lijkt wel alsof ik bij de macro werk. Niet dat ergens om bij de macro te werken, maar die kleur. Oh, wat kut. Oh, dat is heel vervelend. Want ik kan hem dus niet terugsturen. Oh, maar goed. Nou, misschien staat het wel heel erg leuk. Want ik heb ook een longsleeve besteld bij ASOS. En misschien dat dat wel hier wel leuk mee is. Of ik moet even kijken wat ik hier leuk op kan dragen. Maar die dus in ieder geval. Oh, ik vind het echt heel kut. Oh. En dan heb ik bij Lofies wel echt nog iets heel erg leuks besteld. Ik had laatst natuurlijk met hun een samenwerking. En binnenkort op TikTok mag ik 3 keer een shoptegoed weggeven van 150 euro. Als het goed is, als jullie deze video zien,
Deze komt vrijdag online. Ja, als goed staat die TikTok dus al online. Dus dat is heel erg leuk. Dus neem zeker een kijkje. Want je kan dus 150 euro shoptegoed winnen. En er zijn drie winnaars. Maar ik zag zelf ook nog wat leuke dingetjes. Dus dat heb ik dus besteld. En dat zijn twee jasjes. Ik kon namelijk niet kiezen of ik de slangenprint of de witte wilde. Dus ik heb ze maar allebei besteld. Ik ben echt reden overbelicht, zie ik nu. Maar ik heb ze dus maar allebei besteld. En dan mag ik er van mezelf eentje houden. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar goed. Oh, die witte is helemaal beschadigd. Zeg maar, ik denk dat er tekst op de verpakking stond. En dat het daar is gaan afgeven of zo. Ik weet niet of je het kunt zien. Kijk. Dit zit dus niet op de verpakking, maar het zit op het jasje zelf. Oké, nou, ik ga wel eerst even die slangenprint openmaken en passen. Ik heb hem trouwens in een maatje XS. Oh, hij is wel heel erg leuk. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, hij voelt wel een beetje goedkoop aan. Hij was 80 euro. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Kijk. Het is toch leuk met al die franjes aan je armen. Zo, even al die zooi hier opzij. Ik vind hem wel heel leuk, maar vind ik dit zijn geld waard. Kijk, ik ga alsnog denk ik toch eventjes die witte passen ook. Misschien dat ik die witte gewoon wel mooier vind. Dan kan ik hem altijd natuurlijk nog nabestellen. Beetje te groot of zo. Kijk, zo is die wel heel erg leuk. Maar wie gaat er nou weer heel de dag zo lopen? Kijk, nu kan je denk ik ook goed zien dat er dus iets op staat op het jasje. Terwijl, ik neem aan dat dit er niet hoort te staan. Ik twijfel een beetje hoor over die slangen. Ik vind dit wel heel leuk, maar... Oké, die andere broek die past gelukkig wel. En ik denk dat ik hem wel gaaf vind op zich. Als ik hem gewoon leuk stel met een leuke trui erop of zo. Misschien een rode trui, dat dat gewoon echt afsteekt, zeg maar. Maar ik krijg er nu nog een beetje macro en zeeman vibes van, eigenlijk. Maar ik vind het verder wel gewoon een hele leuke broek. Ja, ik zou hem ook wel leuk moeten vinden, want ja, ik kan hem niet meer terugsturen. Ik weet het niet. We hebben het bedje klaargemaakt. En we hebben ook alles voor de pokeball gemaakt. We hebben hier rijst in een bak zitten. En dan hebben we er zalm, avocado, sojaboontjes, mais, mango, garnalen, chilisaus, zeewier, peper en krab. En dat gaan we nu lekker opeten en lekker filmpjes kijken. Hoe leuk. Zin in. Ik heb mijn pokeball ingedeeld hoor. Die van mij is wel iets makkelijker ingedeeld. Maar ik moet het nu allemaal gaan husselen. Lekker. Het is vandaag zaterdag. Het is ongeveer 12 uur nu. En ik ga vandaag lekker met Lindsay en Stacey naar het strand. Echt super veel zin in. Het wordt vandaag rond de 24 graden. Dus helemaal zin in. En dan rond een uurtje of 8:30 kom ik weer thuis. En dan komen Dagmar en Zoe eventjes langs gezellig. Want die heb ik ook al een tijdje niet gezien. En Miu is vandaag lekker met zijn vrienden ook. Naar het strand of naar het park of zo gingen ze. Dus dat is heel erg lekker. Ik heb mijn make-up al gedaan. Ik heb een klein beetje mijn haar gedaan, want we gaan ook nog eventjes een fotootje maken uiteraard. Dus ik heb eventjes een outfitje aan van Colorful Rebel, wat ik nog op de foto wil zetten. Als eerste dus dit rokje van Colorful Rebel. Het is een broekje, maar het lijkt op een rokje. Shirtje is van de H&M. Ik weet alleen nog niet echt welke schoen ik hierbij aan moet doen. Ja, daar heb ik echt nog geen idee van. En ik heb mijn bikini aan. Deze van Bayou de Label. Daar wil ik ook even een leuk fotootje mee maken. Dus ja... Even dit shirtje over mijn broekje doen. Even kijken welke schoenen ik ga aantrekken. Ik kan ook al mijn fans aandoen. Jeetje, welke schoenen moet ik hier weer aan? Zal ik deze aandoen? Nee. Mijn Yeezy's staan hier ook niet echt leuk bij. Of gewoon mijn Dr. Martens. Is het een beetje leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Het weet zo hard op het strand. Dat is niet normaal. Maar we hebben wel, nou Lin heeft nog geen foto's. Ze heeft er al 500, maar... Serieus 500, hè? Ja, want ik stuurde er net iets van 180 naar jou. En ze is ook iets... 320. Ja. Er zit gewoon misschien drie tussen, hè? Die ik leuk vind. En het internet hier is zo kut. Ik twijfel zo, of die van ons drie wil of die van mij alleen. Kijk eens, zie je dan gewoon weer zo. Ja. Maar ik heb het niet eens meer warm. En sowieso, ik word hier echt niet bruin door.
kan iemand anders filmen zo. Ja, dan kan je dat clipje ook weer naar beneden doen. Oh ja. Jullie zullen wel denken, jezus, wat heeft zij aan? Maar ik heb dus net, oh het is trouwens zondag. Het is zondag vandaag. Ik heb net mijn ondernemingsfilmpje opgenomen. Want ik moest dus een ondernemingsplan schrijven. Is goedgekeurd gelukkig. En dan moet je een filmpje maken. Die moet ik morgen inleveren. En dan donderdag heb ik mijn pitch. Dus zeg maar gewoon ja, vragen gaan beantwoorden en zo. Dus dat heb ik net opgenomen. En ik dacht misschien is het slim om daar mijn praktijkjasje bij aan te trekken. Om het iets professioneler te laten lijken. Dus dat heb ik gedaan. Maar ik zweet me echt de tandjes. Maar het is vandaag dus zondag. Gisteren heb ik volgens mij niet echt meer iets gefilmd. Maar gisteravond waren Zoe en Dagmar nog eventjes langs geweest. En dan hebben we even op dakterras gezeten. Hebben we een mega bestelling geplaatst bij de McDonald's. En toen daarna zijn we nog eventjes naar het strand geweest. Want Milan was daar met wat vrienden. Hebben we nog eventjes tot laat in de avond op het strand gezeten. Heb ik daarna bij Miel geslapen en nu zijn we weer bij mij. Omdat ik dat filmpje dus moest opnemen. En vanavond gaan we bij mijn moeder eten en slapen. Dus dat is ook heel gezellig. Maar ik ga nu eerst eventjes dat filmpje bewerken. Want ik had echt een spraakgebrek van hier tot Tokio. Dus dat ga ik eventjes knippen en plakken. En dan ga ik daarna sporten. Chloe Ting. Want die McDonald's van gisteren die mag er wel weer af. Wilde ik nog iets zeggen eigenlijk? Nee, volgens mij niet. Oké, ik ga eventjes dat filmpje bewerken. Het filmpje voor ondernemen is klaar, gelukkig. En ik heb hem ook opgestuurd. Dus dat is gelijk klaar. Want die moest morgen voor 12 uur 's nachts. Maar dan heb ik hem maar gewoon ingeleverd. Ik heb eventjes een tas gepakt. En dan gaan we naar mijn moeder toe. En daar gaan we dus eten en slapen. Morgen moet ik echt eventjes mijn kamer opruimen ook weer, want het is weer één grote ravage. Dus ja. En ik ga vanavond eventjes mijn vlog bewerken bij mijn moeder. En ik wil zo graag mijn haar verven weer blonder, maar ik weet niet. Maar goed, ja, wij gaan nu. Had ik al gezegd dat we bij mijn mama waren? Ik weet het niet. Maar we zijn bij mijn moeder. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Ik heb mijn weekvlog bewerkt, dus die ga ik nu eventjes opslaan. YouTube filmpjes kijken en straks komt de laatste aflevering van Ex on the Beach online. Het is nu al de laatste. En volgens mij komt Olivia dus terug. Had iemand gezegd, maar ik weet niet of dat echt zo is. Maar dat gaan we straks kijken, want het is nu 9:15. Dat begint 9:30. Oh, maar we kunnen hier op de tv kijken, dat is wat chill. Oké. Ik ben dus mijn harde schijf vergeten bij mijn vader. En die heb ik wel echt nodig om die video op te slaan, want ik heb anders niet genoeg geheugen op mijn laptop. Dus die ga ik nu even halen.